elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. De topper op het kasteel tussen Sparta en FC Twente. Verschil is 8 punten in het voordeel van FC Twente. En Twente begint goed aan de wedstrijd. Dit is Aitor, de man in vorm. De 1-2 met Boer. Aitor en Kortsmit met een fantastische reflex. Voorkomt dus de openingstreffer. Hij is de man in vorm bij FC Twente. Aitor. Geen Wout Brama. Die raakte geblesseerd in de warming-up. Aitor met de hoekschop. Door alles en iedereen gemist bij Sparta. En daar heeft Sparta alle geluk van de wereld. En Aitor nog een keer en weer door iedereen gemist. En zo is Twente beter op het kasteel dan de thuisploeg dat eigenlijk moet winnen. Wil het nog kans maken op de titel in de keukenkampioendivisie. Dan dit moment. Zaksela maakt een overtreding buiten de 16. Maar Kusubuyuk vindt het een strafschop. Maar was het wel een strafschop? Nee, het is geen strafschop. Maar wel het buitenkansje voor FC Twente. Twente heeft een specialist, Boeren. Scoort zijn 7e strafschop, zijn 11e treffer van het seizoen. En de belangrijke voorsprong dus voor FC Twente. En Sparta dan? Komt Sparta in de buurt van de goal van FC Twente? Nou, dit is een kans gecreëerd door Ricardinho zelf. En dat is toch een speler van FC Twente. Dan vlak voor rust. De vrije trap voor Twente en Bijen met de 0-2. De fout van Kortsmit. En Twente dus op roze vlak voor rust. Door deze goal gescoord door Bijen, zijn 5e van het seizoen. Dan in de tweede helft. De voorzet van Aitor en Oosterwijk. Wat een gigantische goede aanval van FC Twente. Dat twee klassen beter is dan Sparta in deze fase van de wedstrijd. Opnieuw Aitor en de bal die vliegt binnen. Via Friens. Ja, Boeren denkt van ik heb hem gemaakt. Maar het is toch de verdediger Bart Friens die de bal als laatste raakt. En zo is het 0-3 binnen een uur. Fred Friday maakt dan zijn opwachting voor FC Twente. Hij liep 1-1 bij Jong AZ in de keukenkampioendivisie. En dit is een fantastische reflex van Drommel op de inzet van Duarte. En zo wint Twente dik en dik verdiend bij Sparta met 3-0.